Een 22-jarige automobilist is vannacht in Twello geschept door een trein. Het is niet het eerste dodelijke spoorwegongeval in de gemeente. Naar aanleiding van de ongelukken bij het Hartelaar is afgesproken om de overwegende hele gemeente voorstelsgoed tegen het licht te houden. De vrijwilligers van de Nederlandse reddingsbrigade zijn bedoeld als redders in nood. Maar ze moeten steeds vaker uitrukken voor toeristen met pech. Ja, en er schuint toch vaak slecht voorbereid het water op. Hij moet goed kunnen wapperen en een goede gastheer zijn. In Braamt werd vandaag gestreden om de titel beste saunameester van de Lage Landen. Goedenavond. Opnieuw een dode bij een onbewaakte spoorwegovergang in Twello. Het is al de derde in 2 jaar tijd. Gisteravond werd een 22-jarige automobilist uit Terwolde geschept door een intercity. Rond 9 uur 's avonds rijdt de 22-jarige bestuurder door nog onbekende oorzaak frontaal op een voorbijrijdende intercitytrein. De politie is er in eerste instantie niet zeker van dat de bestuurder alleen in de auto zat. Er bestond even de indruk dat er misschien meer mensen in de auto hadden gezeten. Om dat helemaal uit te sluiten hebben we een helikopter laten komen die met infraroodcamera's het gebied heeft afgezocht. De conclusie is dat er inderdaad bij het ene dodelijke slachtoffer is gebeurd. Onbewaakte spoorwegovergangen zijn een hekel onderwerp in Twello. Vorig jaar vielen er bij een onbewaakte overgang op hetzelfde landgoed 2 doden. Een rapport van de inspectie Verkeer en Waterstaat oordeelde dat de overgang onvoldoende beveiligd was. En deze is inmiddels gesloten. Want mensen hier in de buurt zullen zeggen, alweer een ongeluk. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen. Daarom lijkt me ook heel goed dat door de politie met name goed wordt uitgezocht wat er vanavond precies is gebeurd. Naar aanleiding van de dodelijke ongelukken vorig jaar stelde de gemeente in samenwerking met spoorbeheerder ProRail een onderzoek in naar alle spoorwegovergangen in de gemeente. Dit onderzoek loopt nog. Ik denk inderdaad dat wat we al hadden afgesproken, dat we met voortvarendheid dat onderzoek zullen vervolgen. En ook de resultaten van vanavond mee zullen nemen. Volgens ProRail hoeft de onbewaakte overweg niet beveiligd te worden. Maar omdat er in de toekomst misschien een rondweg komt, gaat ProRail de overgang toch vast aanpakken. Steeds meer recreanten gaan zonder ervaring het water op. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ook de vrijwilligers van de KNRM in Elburg vinden dat ze te vaak moeten uitrukken voor roekeloze toeristen. Met een bootje het water op, heerlijk dobberen of met grote snelheid over het water schieten. Plotseling sputtert de motor en lig je stil. Met autopech bel je de ANWB, met een kapotte boot de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Tenminste, dat denken veel mensen. Je moet daar wel voor oppassen, ja. Daar moeten wij echt voor waken. Want nogmaals, nu de herkenning is ook langs de randmeren, maar zelfs ook op zee. Ja, zie je dat ook steeds meer pleziervaart, wat helemaal eigenlijk geen kennis van zaken heeft. Dus eigenlijk periodiek in een zomervakantie gebruik maakt van dit water. Heel makkelijk alarmeert, zo van kom even helpen, want ik kom niet meer aan de kant. En dat is zeker niet de insteek van de KNRM. Maar waar is de reddingsmaatschappij dan wel voor? Die KNRM is er om mensen te redden op het water. Je kunt het vergelijken met een ambulance of brandweer. Niet met de ANWB dus. De KNRM in Elburg moest afgelopen jaar 51 keer uitrukken. Een paar jaar geleden was dat nog 39 keer. Een toename van 30%. Afgelopen jaar, 2007, hebben wij een gasexplosie meegemaakt aan boord. Dat is een van de voorbeelden waar toch weer slechte ervaring en kennis van zaken. En toch denken het op te kunnen lossen. En daardoor is een gasexplosie ontstaan en is een complete boot afgebrand. Gelukkig zijn er ook mensen die hun zaken beter voor elkaar hebben. Wij gaan absoluut goed voorbereid het water op. We hebben de winter, maken de boot winter klaar. Zorgen dat de motor goed voor elkaar is. Veiligheidsmiddelen weer in orde. Nee, dat gaat beslist. Hopelijk voor de vrijwilligers van de KNRM komen ze deze zomer vooral dit soort kapiteins tegen. Wie stelt de gasten in de sauna het beste op hun gemak? En wie wappert er de lekkerste geuren door de sauna? Kortom, wie is de beste saunameester van de Lage Landen? Die strijd wordt vandaag gestreden in een sauna in Braamt, bij Doetinchem. Je ziet het niet veel. Een wedstrijd waarbij het publiek harder zweet dan de deelnemers. Dit is wel het geval bij de competitie voor beste saunameester. Wat een goede kok is voor een restaurant, dat is een saunameester voor een sauna. Een saunameester moet een goede gastheer zijn. En hij moet goed kunnen wapperen. De 3 finalisten moesten dat vandaag bewijzen in een kleine saunacabine.
zijn ook in de saunawereld wat hogere cabines. En dan kun je de handdoek ook boven je hoofd overslaan. Nou, dat lukte hier niet, maar dat vergt meer techniek als kracht eigenlijk. Was die een goede wedstrijdcabine? Nou, persoonlijk giet ik liever in een wat hogere cabine op. Maar ik vond het wel een lekkere cabine. De drie finalisten komen uit een groep van 44 saunameesters. Ze behoren tot de beste van Nederland en België. Maar wat maakt nu een goede saunameester? Een goede saunameester die moet eigenlijk zijn weg kunnen vinden in elke cabine waar hij op dat moment ook kan draaien. En ook op dat moment ook de gasten die beleving geven die ze eigenlijk verdienen, waar ze voor komen. Gaat het om het praatje of gaat het om de techniek? Het is een combinatie van meerdere factoren. Het praatje is belangrijk omdat je de mensen gerust moet stellen. Je moet de mensen tevreden stellen. Je moet ze meenemen in datgene wat je op dat moment uitbeeldt. In geuren en ook in het verhaal wat er een beetje bij hoort. Maar daarnaast is ook de techniek ontzettend belangrijk. Want als je op een simpele manier wappert, dan komt misschien die luchtverplaatsing onvoldoende over. En dan is het effect van de overhoes is dan weg. Steeds meer vaste bezoekers laten hun keus voor een sauna bepalen door de saunameester die er werkt. Meestal wel, ja. Of ik kies eigenlijk de opgieting uit om te kijken van wie er op dat moment de opgieting doet. En dan kies ik de juiste opgieting. Wie er beste saunameester wordt, horen we pas volgende maand. Het duurt dus nog even voordat de medailles kunnen worden opgespeld. De strip Kuifje in Afrika is algemeen bekend. Maar dat er ook strips uit het continent zelf komen, weten niet veel mensen. Het Afrika Museum in Berg en Dal brengt daar verandering in. U ziet het zo. Clemens Cornielje, de commissaris van de Koningin in Gelderland, is door de minister van Onderwijs benoemd tot voorzitter van de 1040-uren-normcommissie. Die norm leidde afgelopen najaar nog tot rellen, ook in Gelderland. Scholieren kwamen in opstand tegen wat zij noemden ophokuren. Om de norm te halen moeten ze namelijk op school blijven zonder les te krijgen. De commissie Cornielje zal nagaan of scholen de urennorm goed invullen. Het aantal gevallen van zakkenrollerij in Apeldoorn is sterk toegenomen. Daarom gaat de politie meer agenten inzetten die onopvallend gaan surveilleren in de binnenstad. De agenten zullen ook mensen aanspreken van wie de portemonnee te makkelijk voor het grijpen is. Apeldoorn in Franse sferen. Nederlands grootste petankvereniging Het Zwijntje in Apeldoorn organiseerde vandaag de Grand Masters Petank. Op 16 binnenbanen en 32 buitenbanen gingen de beste petankspelers van Nederland de strijd aan. En 80 mensen, onder meer uit Culemborg en Ede, zijn met elkaar op de vuist gegaan in Deventer. In en buiten een café op de Brink vochten ze en gooiden ze met glas en bloempotten. De politie IJsseland had versterking nodig van de politie Noord- en Oost-Gelderland om de vechtenden te scheiden. De aanleiding van de vechtpartij is onduidelijk. Er is één man ingesloten wegens gooien met glas en belediging van agenten. En het toeristische voetveer bij Varik vaart niet. Dat komt omdat het water in de rivier de Waal te hoog staat. De grotere veren in het rivierengebied varen wel. Het water moet nog minstens een meter zakken voordat het pontje weer van wal kan gaan. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Geen Asterix en Obelix of Suske en Wiske, maar Aya, Kalao en Mzana. Het Afrika Museum in Berg en Dal toont een unieke Afrikaanse striptentoonstelling. 19 striptekenaars uit alle delen van dit continent vertellen hun eigen verhaal. En dat ziet er soms heel anders uit dan verwacht. Wat zien we hier? Het beeld van Afrika weergegeven in Europese strips. Een bekendste wat iedereen kent is Kuifje in Afrika van Hergé. Een heel stereotyp beeld, clichébeelden van Afrikanen in kookpotten. Vrij simpele figuren. En van dat beeld willen we af. Strips in Afrika zijn razend populair. Het is goedkoop, gemakkelijk te krijgen en begrijpelijk voor een groot publiek. Afrika is hongersnood en ellende. Tenminste, dat is het beeld dat veel westerlingen hebben als het over dit continent gaat. Deze strips gaan verder en snijden ook dagelijkse onderwerpen aan, zoals muziek, politiek en spiritualiteit. Dit is het boekje van Marguerite Abouet en Clément Aubrery. Zij heeft dan het leven in Ivoorkust beschreven. Het leven van een rijke
bierhandelaar. En hij blijkt er een heleboel minnaressen op na te houden. Die hij natuurlijk voor thuis enorm verborgen houdt. Erg grappig. Ik ben erg geïnteresseerd in stripverhalen. Ook in verband met mijn werk met voorlichtingen geven en coördineren. Dus ja, ik vind het erg inspirerend. Omdat Afrikaanse landen geen persvrijheid kennen, is het publiceren van kritische strips niet geheel zonder risico. Maar dat betekent niet dat moeilijke onderwerpen geschuwd worden. Dit is werk van Mohamed Nadrani uit Marokko. En daar kun je zien dat gruwelijke onderwerpen bepaald niet geschuwd worden in Afrikaanse strips. Want hij heeft 9 jaar in de gevangenis van koning Hassan gezeten. En ja, wat er daar met hem gebeurd is, beelden zeggen meer dan woorden. De tentoonstelling is nog tot en met 31 augustus te bekijken. En na een zomerse zaterdag zijn we natuurlijk erg benieuwd hoe de zondag wordt. In de weerstudio in Wageningen is Dennis Wild. Het begon vanochtend allemaal een beetje stroefjes grijs. En uit het wolkendek viel ook af en toe eens een drup regen naar beneden. Maar uiteindelijk brak de bewolking en kwam de zon tevoorschijn. Het geluk dat straalde ons toe. Met die zon werd het behoorlijk warm. Maar ook te maken met een zuidelijke wind waarin die warme lucht vanuit Zuid-Europa naar Gelderland werd gevoerd. Morgen komt daar zelfs nog een schepje bovenop en het wordt morgen nog 1 of 2 graden warmer. Maar aan het eind van de dag, ik denk in de avond, dan krijgen we te maken met deze storing boven Engeland en boven de oceaan die langzaam dichterbij komt. Dat levert dus een aantal buien op. Regen en zelfs onweersbuien. En daarna is het vanaf maandag duidelijk een stuk frisser. Hier nog even de restanten van die storing van vanochtend. Wat dikkere wolken boven de Achterhoek, maar uiteindelijk brak ook daar het wolkendek open en kwam de zon erdoor. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder, op wat sluierwolken na, en de temperatuur die daalt naar zo'n 8 of 9 graden, bij weinig wind uit het zuidoosten. En morgenochtend volop zon, wat sluierwolken hoog in de atmosfeer en in de loop van de ochtend een paar onschuldige stapelwolken. Het blijft gewoon de hele dagperiode droog, maar aan het eind van de dag, dus in de avond, dan gaan er wel een paar regen- en onweersbuien vallen. Allereerst in het rivierengebied, later krijgt de rest van Gelderland er ook mee te maken. Een groot deel van de dag gewoon droog met volop zon en vooral ook hoge temperaturen. Een aantrekkende zuidoostelijke wind, dat wel, en zo'n 21 tot plaatselijk 23 graden. Heerlijk. Maar die buien die maken er toch een einde aan die in de avond en vooral ook in de nacht naar maandag gaan vallen. Maandag overdag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven en ligt de temperatuur zo rond de graad of 17. De dagen daarna ook wat gematigde temperaturen. Nog net iets boven de norm voor de tijd van het jaar, dat wel. En op woensdag, dus Koninginnedag, kans op een bui. Maar er zijn ook plekken in Gelderland waar het gewoon droog blijft. De proefrit met fietslorries op het spoor tussen Groesbeek en Kranenburg ging een jaar geleden niet zonder hindernissen. Maar morgen, bij de officiële opening van deze toeristische attractie, moet het een stuk soepeler gaan. En voetbalclub de Nijmeegse Boys houdt na 75 jaar op te bestaan. Morgen spelen ze hun laatste thuiswedstrijd. U ziet het morgen dus. Nog een hele mooie avond verder. Dag. Quizcafé, zometeen naar de reclame. John.